Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is 11 minuten over 1 en we leven op 25 juli. Vandaag is het 2,5 jaar geleden dat mijn man is overleden. Oh ja, ik heb dat ding vast. Ik zit een beetje te schommelen. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ben een beetje aan het me doen. Ik ben een beetje, ziek is het niet, dat woord, niet in orde. Ja, ik ben ook niet veel opgemaakt. Nee, geen zin in, klammelendig. Ik heb gewoon last, waar iedereen last van heeft. En dat komt door de warmte. Dus ik loop even wat vaker naar de wc. Noem maar op. De huishoudelijke zorg is net geweest. Hoe heet ze ook alweer? Fleur. Die heeft gezegd, meisje, ik zeg, als jij gaat, doe de kattenbak, stofzuigen en dweilen. Ik zeg, dan mag jij van mij naar huis. Ik zeg, kom, doe je dat half uur wat je overhoudt, doe je dan maar, knoop je aan de andere keer vast. Ik zeg, dan kun je dan extra werk even verrichten. In plaats dat ze dan anderhalf uur er is, is het 2 uur. Dus ja, het komt helemaal goed. Ze heeft gedwijld, maar het is gewoon nog drijfnat. Zoals jullie zien. En ik heb het raam open. En als het droog is, gaat die weer dicht. Want daar heb ik ook alles dicht. Bewust. En boven is ook alles dicht. Bewust. En dan als het vanavond de zon ondergaat, dan gaat alles gewoon weer open, ja. Dan zet ik alles tegen elkaar open en dan kan het doorwaaien. Heb ik gisteren ook gedaan. Enkel ondanks dat het was boven wel warm, ja, bloedheet, dat ik kon weer amper slapen en daardoor werd ik ook laat wakker, ja. Kort 12 ik was toch zelf de deur, maar ja, maakt niet uit. Ik was eruit, dus ik was beneden, de poort was open, dus ja, dan is er verder niks aan de hand, nee toch. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag, ik weet niet wat, ja, ik ga renderen. Ik ga straks de computer aandoen en dan ga ik renderen en ik ga nou niet weg, nee, veel te warm. Mary, hè, die nieuwe vriendin van mij, die is gisteren de hort op geweest. Die heeft 50 kilometer gereden. Ik zie het gek. Ze zou vandaag weer weg. Ik zie het gek. Ik zeg, het is code oranje. Ik zeg, blijf in de buurt. Ik zeg, doe het hoog nodig. Ik zeg, als je boodschappen nodig hebt, ik zeg, dan doe je dat. Ik zeg, maar dan ga je weer naar huis. Ik zeg, je blijft in je huis. Had ze nergens last van. Maar de vorige keer lag ze ziek op bed omdat zij niet tegen die warmte kon. Wat is het nu? En hij heeft er gewoon weer zijn kinderen tegen. Nou, dat kan ik niet rijmen met elkaar. Jullie wel, ik niet. Nee. De vorige keer hadden we nog niet eens iets hittegolf, want toen was het haar al te heet. En toen kon ik er wel tegen. En nou is het echt een hittegolf en de wind die, ja, komt uit een rare hoek. Dan die kokend heetje wordt gewoon levend gekookt door die wind. En dan die hete zon nog. Nou, ik blijf wel binnen voorlopig. Morgen moet ik naar fysiotherapie, want morgen is het vrijdag. Dus ja, dan gaan we gewoon weer er tegenaan. Warm of niet warm. En als ik erbij neerval, dan flauw van, nou ja, niks aan het randje. Want de dokter zit ernaast. Ja, het zit in één pand. Ze hoeven alleen nog even over te steken om de dokter erbij te halen. Dus ze is flauw gevallen. Nee, ja, oké. Kan gebeuren. Maar ja, dat zie ik niet zitten, dat ik flauw val. Maar je weet me nooit. He, er zijn mensen die vallen om het geringste flauw. Nou, dat heb ik gelukkig niet. Wat is mijn meisje? Wat is er dan? Kiekeboe. 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 Hallo. 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 Maar ja, oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet er maar van, nu het nog kan, want we krijgen ook weer regen en onweer en dan baal je daar weer van. Had ik maar niet geklaagd, nou regent het weer, ja.
Je woont in Nederland, weet je, en dan gebeurt dat. Maar ja, dat gebeurt overal. Ook wanneer je in Amerika woont of van ook dan heen, dezelfde tornado's en noem maar op. Dus dat is nog veel gevaarlijker. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon genieten van je leven. Want je leven, dat duurt maar even. Doei! Ja, lieve vrienden, het is ontzettend warm. Ik heb net de tuin erover gedaan. Het is nog warm, het is 30 graden. Hier weet ik van waar. Waar ze het meten. Maar in ieder geval, het is bloed en bloedheet. En dat om deze tijd, want het is 19:56. Dus ja, bijna 8 uur dus. Dat ik ga zo meteen even de planten water geven buiten. En ik zat te denken om eigenlijk te sproeien, maar ik kan hem wel heel makkelijk uitrollen, maar niet oprollen. Dus ja, het is voor mij niet een makkelijk ding. Dan loop ik liever even met mijn water en dan met een klein gietertje heen en weer, dan dat ik met een grote gieter of met die slang ga lopen te zeulen. Dus ja, ik weet het nog niet. Ik ga eerst sowieso even een bakje koffie doen. En daarna ga ik sproeien. Of weet ik van wat. In ieder geval als die plant op mijn water krijgt, vind ik het best. Ja, wat voor manier dan ook. Ik had vandaag dus nog niet veel gevlogd. Want, ja. Karin. Die belde in eerste instantie mij op. Oké. Leuk, gezellig, even goed aan het werk, aan het renderen geweest, et cetera. Ook zij, Karin in Den Haag, ook aan het renderen. Dat al met al, toen zei ze op een gegeven moment, oh, mam, ik bel u zo terug hoor, want mijn telefoon is leeg. Bijna leeg. Oké. Dus ik had die telefoon daarom van de eettafel opgenomen. Dus die heb ik op mijn brillenlader gezet en ik heb met die de tweede keer opgenomen. Dat ik geloof dat we al met al dikke 3 uur aan de telefoon hebben gehangen. We moeten eens een keer kunnen. We bellen toch beide. Bellen we gratis. Dus ja, waarom niet? En dat is toch een teken van genegenheid naar elkaar toe. Dat je elkaar mist, et cetera. En eventjes elkaars stem horen. Waar dan ook, waar je ook dan over praat, maakt niet uit. Nee. En ik had een leuk plaatje gemaakt met een bloedhete zon. Met een hele rode rand omheen. Nou, daar had ik even een leuk plaatje van gemaakt. Ik denk, houd simpel, makkelijk. En dan gaan we dus even nog een bakje koffie doen. En dan zien we het wel weer hoe we het vanavond de avond doorkomen. De zon die schijnt nog steeds aan de keukenkant. Ik ben net boven geweest. Maar ik kan boven nog niks open doen. Omdat de zon daar schijnt. Dus ja, dan doen we het maar niet. Maar ik heb nou net wel de tuindeur open. We kunnen vrolijk gang gaan. Er is geen zon meer in de tuin. Dus het kan weer. Maar het is nog steeds warm. Ja, hij geeft aan 28 toon. Hij geeft 28 graden aan. In huis 27. Oh, 28,5 geeft hij aan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zo. Dus ja. Het is en dan morgen nog een hete dag, hè. Dat vinden we ook niet zo heel erg leuk, zeggen ze dan. Maar ja, merken we wel. En we krijgen morgen toch ook weer slecht weer. En we zien wel wat we beleven. Ik moet morgen sowieso naar fysiotherapie. En ik neem jullie wel mee, maar bij fysio mag ik jullie niet laten kijken. Nee, mag niet. Maar ik weet niet wat ik doe op de terugweg. Het kan zijn dat het nog mooi weer is. Dan ga ik nog eventjes door de natuur heen. En neem ik jullie dus mee. Nou hebben we het weerbericht, dus ik ga even kijken. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond en tot later. Ja, lieve vrienden, het is inmiddels al 18 minuten over 9. Ik heb geprobeerd, ik had het toch de slang uitgerold, zal ik je vertellen. Dacht je dat er water uitkwam? Nee, wat ik ook deed, wat ik ook probeerde, er kwam geen water uit de andere kant.
Gaat er wel aangesloten hoor, jongens. Ja, ik ben niet achterlijk. Dus echt wel aangesloten waar het behoort. Vorig jaar deed hij het helemaal. Continu. En nou? Nee, niks. Kreeg niet voor elkaar. Andere sproeikop erop. Wou nog niet. Heb ik het alsnog met een emmer kunnen doen. Nou, en ik kon hem niet oprollen. Daar heb ik de kracht momenteel met deze warmte niet voor. Want ik zit ook onder elkaar te wisselen om dit ding vast te houden. Dus ik heb het met een emmer gedaan. En het gietertje. En dan ben ik maar gelopen. Ja, want ik heb er nou ook wel moeite mee met me. Ja, ik moet... Ik ben blij dat ik nog niet mijn disc heb gebruikt voor mijn luchtwegen. Ik heb wel net al mijn andere medicatie ingenomen. Dat is gelukkig nog voldoende. Maar ja, een beetje COPD, je weet het maar nooit. En waar ik mijn disc wel moet gebruiken is als ik bij iemand kom die geen rekening met mij houdt en die dan gaat roken, et cetera. Maar nu ook, ik merk wel, ik ben net naar boven geweest, ik heb boven alles open. Ik heb zelfs de logeerkamer deur ook open, wat ik normaal niet heb, want dan mogen geen katten komen. Nou, ik denk wel bij mezelf, bekijk het allemaal maar. Het gaat open. Punt uit. Doortochten, hopelijk. Want het is echt bloedheet, het is nog steeds 30 graden. En dat is gewoon niet leuk meer, nee. In huis 27,5, buiten nog steeds 30. Bij mijn poort, ja, is het ook 30. Niet leuk meer, nee. Maar ja, doet er niet toe. Kandolf die zit buiten zijn eigen te poetsen. Hé, Kandolfie? 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder even van jullie avond en tot later. Nee, het wordt donker natuurlijk en dan kan ik niet meer vloggen. Ja, dan moet ik de lamp er weer bij pakken, daar heb ik geen zin in. Nou, weet je wat? Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. En als jullie gaan slapen, nou ik hoop dat jullie kunnen slapen met die hitte. He, want het is plak, 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 plak. En maar in ieder geval voor degenen die wel kunnen slapen, een hele fijne nachtrust. Met Gods zegen zal dat hopelijk wel lukken. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Ajoetjes, parapluutjes.